Hi, ik ben Munira Mansour en misschien ken je me nog wel van de kinderserie Spanga's. Nou, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden en op dit moment ben ik presentatrice bij RTL 4 bij Life is Beautiful. En vanaf maart 2018 ben ik ook nog te zien in een kinderserie. Ik heb het script gelezen en wat ik mooi vind is dat het een heel relevant thema is. Iets wat gisteren gebeurde, een paar weken geleden gebeurde en iets wat morgen ook weer kan gebeuren. En het is gewoon een verhaal waarbij je kunt zien wat er omgaat in het hoofd van de hoofdrolspeler. Maar meestal zie je wel eens vaker in films wat er dan gebeurt, maar nooit hoe zoiets gebeurt of waarom zoiets gebeurt. En in dit verhaal kan je echt eventjes meekijken in iemands hoofd en in iemands leven. En dat vind ik heel erg bijzonder. Normaal gesproken, als je een film gaat maken, dan krijg je een groot budget van het filmfonds. Wij gaan dit project heel klein aanpakken. Met de juiste mensen, de juiste crew en hopelijk ook met jullie. Want ja, als je het klein houdt, dan kun je het ook echt zo maken zoals hoe je dat zelf wilt. En dat is wat wij willen bewerkstelligen. We gaan het zelf maken, met jullie hopelijk. En jullie kunnen ons daarin steunen. En dat kan door middel van iets kleins, zoals een likeje op Facebook of een share op social media. Nou, wellicht wil je ook iets doneren en alle kleine beetjes helpen. Dus help ons, steun ons, like us en ja, wie weet zien we jou op de première van onze nieuwe film. Ziesles. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. And that-